Twee oud-voetballers uit Nijmegen werden dinsdagochtend in het zonnetje gezet bij SV Orion. De heren mochten op de foto in hun oude tenues. Beiden speelden eind jaren 50 betaald voetbal. De een voor NEC, de ander voor Fortuna 54. Ja, vandaag worden Puk Eliazer en Pedro Coleman gefotografeerd in hun historische shirts. Pedro in het oude balkenshirt van NEC en Puk in het historische shirt van Fortuna 54, waarmee hij in Bernabeu tegen Real Madrid speelde. Puk en Pedro zijn twee iconen van onze club, allebei ook lid van verdiensten van Orion. En met een mooie geschiedenis in het Nederlands betaald voetbal. En we wisten dat die oude historische shirts nog aanwezig waren. Dus voor een 85ste verjaardag leek ons dat een heel mooie gelegenheid om ze daarin te fotograferen. Het was heel bijzonder. Ik had er, ik wist niet wat me overkwam. Het is al 50 jaar geleden, dus zo'n beetje. Dus dan denk je van dan kom je weer met zo'n shirtje aanzetten. En ik had nog zo'n oud shirt ergens. Dus ik had ergens in de kast liggen en hij is al die tijd niet gewassen. Dus. En mijn dochter zei van, pa, ik zal maar even wassen, want na zoveel jaren zal hij wel de reuk hebben van toen. Maar ze heeft hem ook in de droger gedaan. Ik dacht van, nou past hij helemaal niet meer, maar het is allemaal nog goed gekomen. Ik heb van 1957 tot 64. Bij NEC gevoetbald. Ja. Dus ik kom hier niet vandaan, ik kom uit Curaçao. Ja. Ik was daar internationaal. Met nog een vriend van mij, die is jammer genoeg overleden. Ja, wij zijn de eerste twee Curaçaoenaars die hier gekomen zijn bij NEC. Nou, ik moet zeggen, dat was een mooie tijd. De mooiste was dat wij hadden, je kan wel zeggen vijand, dat is de Arnhemmers, de bekende Vitesse. En daar mochten we dus niet van verliezen. Dus het was altijd willen winnen van Vitesse.